Hij was de eerste aankoop sinds het vertrek van Marcel Brands en het PSV-shirt zit Angelinho vanaf de eerste seconde als gegoten. De aanvallende linksback is een sterke schakel in het team dat de eerste 12 competitiewedstrijden wist te winnen. 12 in a row, so it's very important for the team. And yeah, it's a good way to finish before the international break again. Tijd dus om in die interlandperiode een kleine tussenbalans op te maken voor Angelinho die vorig seizoen nog speelde in Breda bij NAC. Just a crazy few months, but in a good way. Champions League, league. I just feel really happy to be playing. It seems going to so easy for you. No, I mean I think the team is doing really well, so any player can come in and do the job. Yes, it's so easy. I mean, with this team, everything is possible, you know. So we have to keep going like this and enjoying every minute that you get. Zijn medespelers zijn ook blij met Angelinho. Zijn aanvoer zorgt voor veel gevaar en doelpunten. Ook in zijn antwoorden is hij een teamspeler. Yeah, it's really good. I mean, the start that we've been having in the league is amazing. We have to keep going to keep this feeling and yeah, now enjoy the time with the national team and then come back focused again. Internationaal geeft hij zijn visitekaartje ook af, zoals in de kwalificatie voor de Champions League tegen Bate Borisov met een cruciale assist. Na zijn zwerftocht vanuit Spanje naar Manchester City en NAC zit hij nu in Eindhoven volledig op zijn plek. En dat valt ook op in Spanje, want sinds september wordt hij ook geselecteerd voor Jong Spanje. Yeah, I mean it was something that I really wanted to do and I got the chance last month and thankfully I'm again in the squad. So yeah, it's just everything that comes is positive. Angelinho voelt dat hij sterker en beter wordt en de resultaten zorgen uiteraard voor veel plezier. No, I think I really enjoy playing with the team and we are very dominant over other teams, so it's good to have the ball almost the whole game, so yeah, you have to enjoy it.